hier zullen we vertellen wat er gebeurt op en naast het veld. En dit doen we telkens met twee gasten. En vandaag zijn dat Rember Vromand, de technisch directeur van Cirkelbrugge, En Hannes van der Bruggen, speler. Met zijn 30 jaar wel de oudste speler van de Aken. En naast mij zit Pablo. En ik ben Leertje, jullie host. Oké, okay, welkom iedereen. Dank je. Ook welkom, Pablo. Ik had een applaus verwacht. Mocht klappen. Oké. Okay. Zonne zelf klappen. Top. Hannes, hoe is het in het verre herzelen? Want dat kennen wij eigenlijk uh, ook goed, hè, Rembert? Ja, um, goed, zou ik zeggen. De zon schijnt er altijd. Uh, microklimaat, ik heb daarvan ja, gehoord. Voilà. Nee, nee, prima. Uh, het is altijd eventjes rijden naar hier, maar ik lig re redelijk kort tegen de 40, dus uh, dat, is, dat is best wel goed te doen. Ja, en Rembert, jouw broer woont daar ook? Mijn broer woont daar ook, ja. Ik ben geboren en getogen in de Pinte, maar hij is nu uh, eerder bekend uh, omwille van zijn, uh, uh, zijn woon- en herzelen. Ja. Mm. <laughs> ja, ik zie hem vaak. Ja. Hij is ook een, een topatleet. Uh, de broer van Rembert. Ik zie hem vaak aan mijn deur passeren met de fiets. Ik denk dat hij zijn wereldkampioen Het is. Wereldkampioen, ja. vice Olympisch kampioen. Dus, uh, mm, welke yeah. sport? Is uh, wielrennen? Okay. Uh, yeah. ja. Mm. ja, top. Um, Rembert, heb je goed geslapen ja, vannacht en, uh, en de afgelopen uh, nachten, want de transferperiode is gedaan? Om eerlijk te zijn, slaap ik altijd heel goed. Okay. Um, het is ook zo dat, we hebben die transferperiode nu meegemaakt, maar een job als technisch directeur, ik zit er nu zes maanden in, is, is gewoon altijd zeven dagen op zeven. Ja. Dus uh, in die zin was dat niet zo anders in uh, januari. Oké. Okay. Dus vandaag gaan we het hebben over de transfers. En straks gaan we sowieso ook een overzichtje geven van uh, de nieuwe uh, transfers en de uitgaande transfers bij Circle. En voor een goede transfer moet je natuurlijk ook goed kunnen scouten. En Rembert, daar kan jij alles van, want jij bent op 22-jarige leeftijd naar Mexico vertrokken. om daar je carrière te starten. Vertel daar een keer over uh, vanaf het begin. Het is een heel avontuur geweest, natuurlijk. Uh, na mijn studies. Uh... Ik had toen een vriendin uh, die van Mexicaanse origine was, dat is nu mijn vrouw trouwens, die ik uh, achterna gereisd ben. En ik heb daar het beste van uh, proberen maken op professioneel vlak ook. Uh, ik ben daar beginnen scouten. Heel snel ben ik daar uh, een bedrijf begonnen uh, dat consultingdiensten gaf aan, uh, aan profclubs, zoals was zowel in Mexico, Verenigde Staten, want ook Belgische ploegen onder contract. En vandaag uh, is mijn carrière in het voetbal eigenlijk gelanceerd. Vooral uh, in het scouten. Ja. Oké. Okay. Wat ik mij altijd afvraag: zijn, zijn de spelers eigenlijk op de hoogte als er een scout in de, in de tribune zit? Jij hebt daar ervaring mee, hè? Um, ja, meestal niet. En sommige spelers willen dat weten, maar ik persoonlijk zou dat zelf niet willen weten. Ik heb het één keer meegemaakt dat ik het wist en op de een of andere manier. Beïnvloedt dat toch een beetje hoe dat je naar die wedstrijd toe leeft of hoe dat je een wedstrijd uh, benadert en speelt, dan uiteindelijk? Dus ik zelf zou het liever niet weten. Um, maar ja, soms zijn er makelaars die dat gewoon zeggen: van kijk, er gaat iemand in de, in de tribune zitten van die club voor u. Um, maar ja, ik, uh, ik zou dat persoonlijk liever niet hebben. Je hebt dat inderdaad meegemaakt. voor welke club? Ja, dat was, was een, dat? Uh, een bijzonder verhaal. Dat was Flamengo. Die. Uh, die ja, in de tribune zat. Er waren wel al een paar gesprekken op voorhand geweest. Maar uh, wij speelden met kortrek tegen Club Brugge. En uh, ja, ik was wel wat aan het twijfelen. Terwijl dat Flamengo eigenlijk een beetje de grootste club van, van Zuid-Amerika was. Dus eigenlijk ja, zou je niet mogen twijfelen. Maar er waren iets te veel redenen waarom. Ik dacht van ja, dat is nu toch wel een heel grote stap meteen. En um, ja, die wedstrijd speelde ik ook niet zo goed. Ik denk dat we 3-0 verliezen. Uh, en ik had zelf niet zo'n goede wedstrijd gespeeld. En nadien is dat ook zo'n beetje doodgebloed. Ja. Uh, dus ja, maar moest ik het nu opnieuw meemaken? Ik denk dat ik het liever niet zou, niet zou weten. Oké. Okay. Rembert, je bent dus naar Mexico gegaan, Mexicaans avontuur beleefd en dan teruggekeerd naar België met covid en bij de Rode Duivels terechtgekomen. Ja, in 2021 toch een familiale beslissing genomen om terug te keren naar België, hè. Uh, met mijn vrouw, twee kindjes. En dat kwam perfect uit, want er was vacature op de voetbalbond voor scoutingcoördinator. -coördin Eerste maal uh, dat in de voetbalbond iemand fulltime met scouting ging bezig zijn. Dus uh, dat was eigenlijk op mijn lijf geschreven. En ik weet nog goed, de dag dat ik toekom uh, hier op de luchthaven, met, ja, gepakt uh, met, met zeker een twintigtal valiezen, met een hond, uh, twee kindjes, vrouw, kreeg ik een telefoontje van, je hebt de job, wanneer kan je beginnen? Uh, dus het kwam eigenlijk gewoon perfect uit. En... Belgisch voetbal leren kennen aan de hand van uh, de Belgische nationale ploegen is ook gewoon perfect. Ja. Met wie verliep die sollicitatie dan? Het was, uh, was met uh, Jelle Schelstraat, toenmalig assistent uh, technisch directeur, nu huidig uh, technisch directeur. Ja. Ja. Okay. En dat was de job van scoutingcoördinator. Wat was dat dan precies? Het Belgisch talent in kaart brengen uh, voor alle nationale jeugdploegen. Uh, dat is een heel scoutingsapparaat eigenlijk op poten te zetten. We zijn begonnen met een, een beperkt aantal scouts. Uiteindelijk zijn er een 24-tal scouts voor aangesteld. En dat is op wekelijkse basis eigenlijk informatie verzamelen over jeugdspelers van 15 tot 21 jaar. Dan ja. het laatste, de laatste zes, acht maanden uh, van mijn loopbaan bij de nationale ploegen is dat dan hoofdscout geworden, waar ik dan ook uh, de scouting voor de nationale A-ploeg, de Rode Duivels, heb verzorgd. Ja, oké. Okay. Maar dus U15 tot U21. En had je toen gehoord van de legendarische Hannes van der Bruggen. Ja. die daar toen ook uh, een paar jaar ervoor wel uh, gezeten had? Of, uh, of heb jij al, al die jeugdtrekkers gespeeld? Ik heb van U15 ja. tot U21 uh, alle, alle selecties meegemaakt. Uh, maar ondertussen is dat toch ook al een eentje geleden <laughs> al. Uh, ja, dat waren war echt topervaringen. Die, die, die nationale jeugdploegen, dat is uh, gespeeld tegen de beste spelers van Europa. Maar ook gewoon die ervaring om In het buitenland wedstrijden te spelen op je 14 jaar, ja, uh, ja dat, is, dat is top. Laat me dan een keer nadenken: jij bent van 93, 93 dat is ja. de generatie uh, Hazard, Lukaku. Ja, klopt, uh, je hebt wel met uh, wat toppers gezeten. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ik herinner mij nog goed uh, de allereerste selectie, daarvan zijn er, zijn er uh, vier jongens prof geworden. Uh, dat waren Lukaku, Mats Rits en Hendrik van Krombrugge en ik, dus dat is eigenlijk procentueel redelijk veel ja. van op, op ons 14 jaar uh, die ja, jongens die zijn kunnen doorgroeien, maar inderdaad uh, hoe, uh, hoe ouder we werden, hoe meer, uh, hoe meer toppers dat erbij kwamen, met Torjan Azar, Carrasco. Uh, Romelu Lukaku, die was dan op zijn 16 eigenlijk al, ja, uh, zat al in de eerste broek van anderlecht, dus, was wel, uh, het was wel een goede lichting. Batshuayi kwam er dan nadien nog bij. Um, en bij de U21 zijn er dan iets ja, meer verschillen dan... Judy Tielemans, die enkele jaren jonger was, Dennis Praat, uh, Junior Malanda, die helaas uh, iets te vroeg is uh, ingegaan. Um, maar we hadden wel een, een, een sterke ploeg, ja. ja. Als, je, als je... Ik ga er een, een, een statistiekje tegenaan gooien. Ik ken dat nu toch. Uh, U15 <laughs> is er gemiddeld 1% dat doorgroeit naar... Een, minimaal één a-cap voor de Rode Duivels. Als je 1%. dan U17 neemt, is het ongeveer 10% van alle opgeroepen spelers die Rode Duivel wordt. Ja. Als je naar U21 gaat, is het 20%. Mm -hmm. Dus 1 op 5 U21-spelers actueel dan zal waarschijnlijk uh, ooit ja. truitje dragen van de Rode Duivels A-ploeg. Mm -hmm. uh, dat is bij jou niet gebeurd, Nee, Nee, nee ik vrees ja. ook dat dat, dat, dat dat nu wel laat zal zijn. Spijtig, uh, toch? Ja, maar... <laughs> Dat was uh, iets te hoog gegrepen ook. Ik ben al heel blij dat ik, dat ik al die ervaringen heb kunnen meemaken om, om tegen echte wereldtoppers te spelen. Hè. Uh, ja. Kan je maar, nog tegenstanders? Ja, ik, wow, ik denk dat Pogba is ook van 93. Daar heb ik nog tegen gespeeld. Uh, Morata heb ik verschillende keren tegen gespeeld. Uh, Paco Alcacer. Uh, zo die lichtingen van, van, van spelers allemaal. Ja. Dat is wel leuk om nu een keer gewoon op... op transfermarkt. Ah, die ik die... ze even een berichtje sturen? Ja, nee, 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 dat is... nee. Helaas, zo sociaal was ik niet. Ja. Maar dat is leuk om dan nu terug te zien als je ja. die line-up ziet en dat je die toppers daar ziet tussen staan. Okay. Rambert, je zei effectief dat je de laatste zes maanden head of scouting geweest bent ja. bij de Rode Duivels. En als ik het goed begreep, moest je dan soms een keer naar cirkel um, gaan kijken ook. En je hebt mij verteld dat jullie toen heel vroeg op de hoogte waren van Olivier de Man, die op de linkerflank uh, begon en plots daar stond. En dat was voor jullie interessant. Kan je ons een keer vertellen hoe dat, uh, hoe dat uh, loopt? Je spot iemand? Of weet je nog, was jij dat die, uh, die dat gezien had? Of die erbij was? Die oh, er maatje zijn of een heel collega? veel mensen bij betrokken, hè, Leentje. Ik zat ook weer regelmatig zelf uh, te scouten. Dus heel regelmatig zat ik in de tribunes van het Jan Beidel stadion. Ja. Eerst voor uh, U21, want er waren wel een paar jonge spelers, jonge Belgische spelers, die die bij Cerkel speelt Olivier de Man, maar nu ook uh, ja, Christian Ravic. Ja. En ja, er wordt constant informatie uitgewisseld. Dus wij zagen onmiddellijk van: oké, okay, de wedstrijd dat Olivier de Man op de links wingback komt, was voor, voor ons heel interessant, omdat ik nog altijd weet dat wij, God, het zal twee jaar geleden geweest zijn, toen Olivier de Man als, als speler aan het inschatten waren met het oog op het potentieel voor de Duivels A-ploeg, dat we zeiden van: het zal waarschijnlijk op positie van spits of hangende spits. Niet genoeg zijn. Ja. En misschien ligt zijn carrière ook wel centraal in het middenveld. of een andere positie die, 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 die minder in de aanvalcompartiment compartiment zat. Je had loopvermogen, je had technische kwaliteiten. had heel goede mentaliteit. Um, dus we zagen om die links wingback komen. wat het eigenlijk een probleempositie is hè, bij de Rode ja, Duivels. Um, en zijn eerste wedstrijd was behoorlijk. zijn tweede, derde vielen ook wel mee. Maar je zag nog heel wat werkpunten. En het mooie is dat hij die werkpunten gaandeweg heeft, heeft bijgeschaafd. En dat is eigenlijk voor mij wat talent is. Een jongen die, die progressie blijft maken op alle punten, um, toont ook dat hij potentieel heeft. En, en vandaag de dag, het feit dat Olivier de Manro de Duivel is, heeft uiteraard wel wat te maken met, met heel die omvorming van, van uh, positie. Ja, oké. Okay, dat is wel zot he, dat jullie daar zo snel van op de hoogte zijn. Ik. Ik wist ja. niet dat dat zo ging. Ja, in de voetbal is er heel weinig dat aan toeval overgelaten wordt, denk ja. ik. Hè. Uh, zeker spelers worden ook alsmaar jonger gescout. En, en, uh, allez, ik weet dat nu niet exact, maar ik kan me daar wel iets bij inbeelden, dat je geen enkel talent verloren wil laten gaan. En dan is het logisch dat, dat die al van heel jonge leeftijd uh, opgevolgd worden. Ja. Oké. Okay. En dan ben je technisch directeur geworden bij Cirkelbrugge. Dat uh, vijf maanden, vijf maanden en een half nu ongeveer. Ja, bijna zes maanden nee. geleden. Ja, dat is een hele, hele verandering, uh, carrière switch uiteraard. Maar ik heb mij nog geen enkele dag beklaagd. Dat is een ja. hele, hele interessante job, waar ik nog heel veel bij te leren heb. Maar ik ook al denk van, oké, okay, ik heb toch al een paar puntjes kunnen bijdragen. Uh, vanuit mijn expertise als coach. Uh, okay. Vooral naar transfers toe dan, uh, lijkt me dat dan. Ja, want... Uh, bij de, bij de Rode Duivels had je een meer adviserende rol. Maar nu, als technisch directeur, is het echt ook uitvoerend. Dus ja, je hebt echt wel het, het, uh, roer in handen. En ik vraag mij wel af, hoe gaat dat zo'n. Hoe werkt dat een transfer? Is dat zo like, Tinder dat je naar links of rechts kunt swipen? Of is dat een, een platform waar, <laughs> waar je filters niet, kunt zetten? Niet te veel over het privéleven. <laughs> euh, <laughs> Hannes. Nee, nee. Maar ja, dat is het eerste waar ik aan dacht. Hoe, hoe werkt dat? Um, ja. vandaag de dag moet je ervan uitgaan dat, we, dat elke club echt heel veel informatie heeft. Um, ja. Dus er zijn, zijn webplatformen waar dat, uh, elke wedstrijd ter wereld op staat, de videobeelden, de statistieken. Elke ploeg in België of elke ploeg op wereldniveau weet, weet ongeveer wel hetzelfde. Maar de ploegen die er het best mee omgaan met die informatie zijn de ploegen die er voordelen uit halen. En vandaag de dag uh, heb je daar scoutingsapparaten uh, voor. Hè? Dus mensen die, die live gaan kijken, zijn videobeelden, zijn statistieken. Dan doen we ook heel uh, het onderzoek van, 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 van de persoonlijke leef, leefwereld van, van de spelers. En dan maak je een beslissing. Hè? Uiteraard ja. heeft die beslissing ook heel veel te maken met je financiële mogelijkheden. Dus uh, ja, als je die puzzel juist weet te leggen en die timing juist, juist uh, krijgt, dan kan je daar voordelen uit halen. Scout je dan iets meer om in, uh, bij ploegen met dezelfde speelstijl of had dat echt veel breder? Datagewijs kan je, kan je op, ja, wij kunnen op wereldniveau zien welke ploegen dan naar high speed running bijvoorbeeld uh, gelijkaardig zijn aan ons. Wil dat dan zeggen dat we enkel die ploegen scoren? Nee, helemaal niet. Ik denk, uh, spelers vandaag de dag zijn steeds meer atleten en zijn steeds, steeds gemakkelijker in te schakelen voor verschillende ja. spelsystemen. Uh, en bij ons is het, is het belangrijk, en we hebben daar nu ook een punt van gemaakt, dat elke speler die erbij komt minstens één outstanding quality moet hebben. Dus echt, uh, wat kan dat zijn, aanval, uh, kopbalsterkte, snelheid en uh, een één tegen één. Um, moet binnen onze sociale groepen passen in de kleedkamer. Okay. En moet minstens uh, twee posities kunnen spelen. Zodanig dat wij ook binnen onze kleine kern een bepaalde speeltijd kunnen garanderen aan die, aan die jongens. En, en van daaruit vertrek je dan naar, naar de markt en kijk je welke jongens in dat profiel passen. Ja. En dan maak je een lijstje op, want je had mij een keer verteld over een longlist en een shortlist. Uh... Ja, scouting is ongoing, hè. Dat, is, dat, ja. dat gebeurt elke dag. Dus, dus die informatie komt binnen, we maken daar een, een, een lijst van die constant wordt geüpdate. Die lijst van spelers kan een twintigtal spelers per positie lang zijn. Uh, die wordt const, constant opgevolgd. En eenmaal je wat dichter naar, naar, naar transferperiode komt, dan wordt die ingekort naar een vijftal targets, laten we zeggen. En die, worden, die shortlist wordt dan ook gewoon geordend. Vaak gaat dat naar financiële mogelijkheden. Je begint met één, twee of drie spelers simultaan uh, te contacteren. Of toch tenminste de makelaar. Uh, en, dan, uh, en dan bekijk je wat, wat de mogelijkheden zijn. Kan je misschien een voorbeeldje geven van, uh, van de transfer van Boho, hoe dat die verlopen is? Want hij is vertrokken. Ja. Dat is een uitgaande transfer. Uh, uitgaande transfers hebben altijd, om, en zeker als het om een basisspeler gaat, of toch een jongen die, die 90% van de wedstrijd in de basis gespeeld heeft, gaat dat altijd een sportieve impact hebben. Dus dan moet je altijd die, die afweging maken. Dan maak je die afweging van hoe is nu goed voor het team. Uh, en bij, bij Boho was die afweging uh, sportief wat moeilijker, maar financieel wel, wel snel gemaakt. Omdat wij als CERCLE ook steeds uh, meer zelfbedruipend willen worden. Die, die rentabiliteit die krijg je in CERCLE enkel als je die uitgaande transfers uh, kan doen. Dus de mogelijkheid om Boho, die gratis was gekomen, te gaan verkopen, was voor, voor, voor hem toch. Een mooi bedrag was van 2,5 miljoen naar, naar een Franse club, top 5 competitie. Lijkt mooi binnen het verhaal van Serkel. Van en ik denk dat we wij, dat wij die sportief wel kunnen opvangen met de spelers die we al hadden. En we hebben daar nog op het laatste uh, Malamin Efekele voorbij gekregen. Ja. Waardoor we, dat we denken dat we zelf sterker staan nu dan uh, voor de winter transfer window. Okay. Wat is het transfer waar je het trots op bent tot nu toe? Uh, bij Cirkel zijn er al heel wat waar ik betrokken ben geweest. Maar ik denk, uh, de uitgaande transfer Olivier de Man vond ik heel, heel, heel tof. Omdat je ook moet, je moet vaak moet denken vanuit, vanuit de speler zelf. En, ja. en Olivier was echt klaar voor die stap. Voor Cirkelen was het mooi. Maar er waren wel heel wat details die niet in orde waren nog. En we, we hebben die uiteindelijk op een succesvolle manier afgerond. En dan, dan krijg je wel onmiddellijk. Een week voor het afsluiten van die transferwindow, de moeilijke opdracht om nog iemand te gaan halen. En dan uh, heeft ons scoutingsapparaat onder leiding van Luciano Murcio heel snel geschakeld. Een paar profielen uit die longlist naar voren geschoven. En dan zijn we gegaan voor Flavio Nazinho. Wat ik op beelden, ik had die jongen enkel op beelden gezien, uh, onmiddellijk een heel interessant profiel vond. Met heel wat doorgroeimogelijkheden. En ons eerste gesprek met die jongen was toen duidelijk dat hij ook mentaal perfect ben, die groep ging passen. Ja. Uh, om maar een voorbeeldje te geven, zijn Engels was van een redelijk goed niveau. En dan vroeg je, waarom kan jij al degelijk Engels? En dan zegt hij van Duolingo. Een hele zomer echt Duolingo, Duolingo, Duolingo. Ja. En dat zegt gewoon veel over, over uh, de goesting dat die jongens hebben om, om, om te gaan verbeteren en die progressie te blijven maken. En voor ons was die transfer dan ook... Heel snel uh, te regelen. Ik denk ook dat Flavio naar de toekomst toe hele mooie dingen nog gaat tonen voor ons. Misschien nog een vraagje voor, voor Hannes. Als een, als een nieuwe speler binnenkomt in de kleedkamer, hoe werd dat dan precies? Uh, dat is, voor die speler zelf is dat nooit, nooit gemakkelijk, zeker als hij ja. niemand kent. Uh, in het geval van Flavio bijvoorbeeld. Uh, die jongen komt hier alleen toe, in België is waarschijnlijk nog nooit hier geweest. Um, en dat is belangrijk dat er in de kleedkamer wel een paar die gasten zijn die, die een keer tegen, tegen die gasten beginnen babbelen. Ja. Um, ja, mijn Portugees is niet zo goed, maar dan vraag je een keer. Duolingo. Duolingo. Maar Sena kan, kan bijvoorbeeld wel Portugees, Leo kan Portugees. Um, maar dan ga je een keer een klein gesprekje gaan ja. met die gasten hè, en zo geven ze het gevoel dat die ook. Welkom zijn dat en dat, dat, dat die zich hier thuis voelen. Je vraagt een keer naar hun thuissituatie of dat ze nog op hotel zitten, want ja, in het begin zitten de meeste spelers even nog op hotel voor alleen dat ze een appartement hebben. Zo'n kleine gesprek is een beetje small talk, maar dat geeft wel, denk ik, het gevoel dat, dat spelers zich sneller thuis kunnen voelen uh, mm. in de kleedkamer. En ik vind dat wel belangrijk dat uh, dat, dat gebeurt, want ja, hoe zou je zelf zijn als je ergens mm. helemaal nieuw toekomt in een kleedkamer uh, die, al, die al gevormd is? Die, die, de laatste seizoen goed doet uh, en je komt daar als nieuweling binnen. Ja, dat is niet, dat is niet simpel hè. Uh, en daarom dat we bijna iedereen wel het gevoel proberen geven: van, kijk, iedereen is hier echt meer dan welkom. Okay. Mag ik daar even op inspelen? Ik denk dat Hannes daar ook een hele belangrijke factor in is. Um, en ik denk dat Hannes met zijn ervaring ook perfect juist de juiste snaren weet raken bij die, bij die jongens. En dat het leiderschap, de Hannes, ook Thibaut en ook, ook wel uh, Warlelson, drie kapiteins. Daar hebben die, die, die stralen het DNA uit van van cirkel kunnen we dat overbrengen. Maar ook jongens laten thuis voelen. Mm -hmm. uh, en dat is, dat is een heel belangrijk deel. Je moet je goed voelen om te kunnen presteren. En als we daar niet in slagen, zijn we fundamenteel fout al. Een mm -hmm. goed voorbeeld was bijvoorbeeld Alan, Alan Minda. Was toegekomen in de zomer hier. Maar die jongen sprak. Nu is zijn Engels al iets beter. Uh, ik heb in een ver verleden nog op de NIF een beetje Spaans gestudeerd. Dus daar is nog iets van blijven hangen. Um, en dat was tijdens de Tour de France. En ik kwam een, ineens op de Tour de France uit. Ja. En blijkbaar zijn hij en zijn papa vervente de volgers van uh, Richard Carapas, okay. Ecuadoriaan. En zijn we daarover dan beginnen praten. En zo heb je toch een aanknopingspunt waar dat je een, een gesprek mee kunt starten. Hè. Uh, een weliswaar onverwacht aanknopingspunt in de vorm van een wielrennen, want <laughs> ik had dat niet gedacht. Maar ja, zo, zo, zo leert je ook iemand kennen. Ja. Want dat is wel iets. Je vertelde dat daar juist al, maar die social squad, dat je ziet, jullie hebben echt wel een volledig uitgewerkte structuur, ook qua persoonlijkheden. Kan je dat een keer uitleggen. Want als, jullie, mm. allee, als je een speler binnenhaalt, kijk je dan ook naar zijn persoonlijkheid. Of, uh, of dat je een team gaat passen. Ik vermoed van wel dan. Zonder zelf psycholoog te zijn, hè? maar ja. wij, wij proberen wel, en dat is misschien iets nieuws voor uh, Hannes, ik denk niet dat Hannes dat wist, om een beetje in kaart te brengen van welke subgroepjes we on binnen onze kleedkamer hebben. En vaak zijn dat subgroepjes die, die samenhangen omwille van de taal, hè? Frans, Engels, uh, weet ik veel wat, Nederlands, hè? in het geval van de Belgen. Maar heb je, je moet ook zorgen dat één dat bepaalde subgroep niet te groot wordt. En dan heb je ook een bepaalde lijm nodig in de vorm van een bepaalde, bepaalde spelers die, die kunnen connecteren. En dat vind ik wel belangrijk. Dat als we kijken naar een nieuwe inkomende transfer, dat we zorgen dat we, dat we die balans niet verliezen. Ja. Ik weet niet of dat jij dat belangrijk vindt, eh, Hannes. Uh... Ja, nee, dat, is, dat Ik denk dat het nooit goed is. Uiteraard zijn er, en dat is in elke, elke vereniging of <laughs> club waar ik al geweest ben, uh, het geval. Ja, de Nederlandstaligen die gaan iets vaker met elkaar zitten. De, de, de Spaanstaligen gaan iets vaker met elkaar zitten. Maar dat hoeft daarom niet te betekenen dat dat kliekjes zijn. Helemaal niet. Uh, iedereen praat met elkaar. Maar het is natuurlijk wel gemakkelijker als je in je eigen taal kunt communiceren. Uh, aan tafel. Maar in de kleedkamer praat iedereen gewoon onder elkaar. Maar als er soepjes gemaakt worden aan tafel om te eten, kunnen we maar per vier zitten. Ja, dan, dan is het wel zo dat iedereen misschien een beetje eerder naar zijn, naar zijn moedertaal gaat neigen. Uh, maar in de kleedkamer is dat, allemaal, uh, is dat allemaal gelijk. En er zijn echt wel redelijk wat jongens die tweetalig zijn of die, mm -hmm. die meerdere talen spreken. En dat is belangrijk om, inderdaad zoals, zoals Rembert zegt, die connectie te maken binnen, binnen een spelersgroep. Ja, want Hannes heeft daar wel een belangrijke rol uh, in. Je, daarjuist sprak je over leem. Uh, ik denk dat, dat Hannes <laughs> wel leem is dan. Um, ja, en Hannes, het zou jammer zijn, moest je volgend jaar uh, vertrekken. Heb je daar eventueel al wat nieuws over? <laughs> uh, jawel, ik heb daar nieuws over. Uh, dus dat, uh, dat betekent dat ik, uh, dat ik nog een jaar uh, bij Cercle zal spelen. De optie in mijn contract die is gelicht, dus uh, ook volgend seizoen. Zal ik de kleuren in groen en zwart uh, verdedigen? Nog ja. dus bij deze de Nog een, een applaus. Of... Ja. Nu voor mezelf klappen ook. Ja, maar, ja, ja. Doe maar, ja. Doe maar. Nee, ja, ik ben, wel, ik ben wel blij dat er, dat er ja, ik duil, duidelijkheid is. Uh, dat is altijd wel. wel allez, ik vind het altijd wel aangenaam. En dat is ook een vorm van appreciatie van, van Rembert en van Jan Serkel. Dus we gaan uh, verder op de ingeslagen weg. Oké. Okay. Was het belangrijk om dat contract van Anders te kunnen verlengen voor. Cirkel voor de groep ook voor? Ja, dat vind ik wel, om die continuïteit te bewaren. Ja. Uh, dat is mijn taak om ook verder te kijken dan net dit seizoen. En dat we zorgen dat die puzzelstukjes ook volgend seizoen in, op zijn plaats vallen. En daar hebben we zeker een leider op het veld ja. voor nodig. Iemand die er altijd staat, um, die het vertrouwen krijgt van de technische staf. Ja. En die ook geloofwaardig is naar de rest van, van de ploeg. En, en, en dat is wat Hannes is voor, op, voor ons op dit moment. Ja. Het moet niet rood al. worden. hè. Dankjewel. Ja. Ah, is... ja, een, beetje, een beetje aan het blozen. Nou, ja, beetje. Leuk. leuk om te <laughs> horen natuurlijk. Maar ik weet perfect wat dat mijn rol is. Hè. Ik, weet, ik ga geen vierman dribbelen zoals, zoals sommige spelers dat kunnen. Maar ik denk dat, dat Rembert mijn rol een beetje heeft, vertegenwoord... oh. uh, heeft, heeft, heeft uh, gezegd. En het is niet enkel op het veld, maar ook ernaast een beetje. Hè, dat, uh, we zitten met een heel jonge ploeg. Dan is het misschien niet slecht om, uh, om iemand te hebben die ja, op, wie, op, wie, op wie jonge spelers kunnen terugvallen. Uh, of... of nou, die hem wat raad kan geven over de Belgische competitie, want ik denk ja. dat ik daar toch wel al een beetje ervaring in heb. Okay. Um, daar juist heeft Rembert verteld hoe dat een, een ploeg een speler vindt en, uh, en zoekt. Maar bij jou is het natuurlijk omgekeerd. Allee, een speler die naar een, een club of een, een ploeg gaat... Jij hebt je hele carrière twee mm. um, transfers gedaan. Van Gent naar Kortrijk en van Kortrijk naar Cirkel. Kan je anders die laatste eens toelichten en uh, vertellen hoe dat, dat gegaan is? Jawel. Um, dus dat was zo. Ik weet nog, ik was um, in mijn laatste contractjaar. Dus het eind van het seizoen was ik einde uh, contract. En we kwamen er met Kortrijk op de een of andere manier niet uit om, om dat contract te verlengen. Um, dus dat betekent in januari kwam ik in de laatste zes maanden van mijn, van mijn contract. Uh, dat is natuurlijk voor veel clubs interessant om uh, om, om dat ja, ik moest verkocht worden, wou Kortrijk nog iets van mij, van mij krijgen en ik ga ook niet, niet zo duur geweest zijn, want ik had nog maar zes maanden contract, dus dat is eigenlijk wel een, een, een goede situatie um, en ik weet nog 31 december kreeg ik uh, <laughs> ik stond bij de chocolatier bij ons, uh, <laughs> voor al die avond, uh, bij de koffie de, 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 de chocolade te halen toen ik uh, uh, een berichtje kreeg of, of een telefoontje kreeg van mijn makelaar dat, dat Cercle Brugge geïnteresseerd was. Um, en ja, de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat ja, Cercle stond toen voor laatste uh, in een redelijk benarde situatie. Um, in een seizoen, ik denk dat er één, één of twee zakkers waren, ik weet het niet exact meer. Volgens mij één zakker en één barage, uh, in ploeg die barrage speelde. Um, dus ik heb daar niet meteen volmondig ja op, uh, op uh, geantwoord. Ik moest daar toch eens over nadenken. Er was, uh, er was ook interesse van KV Mechelen toen. Uh, maar ik had wel meteen het gevoel dat Cercle echt wel heel me heel graag wou. Dat was dan uh, met Carlos, dat die uh, Carlos Avina, dat die gesprekken uh, liepen. En ook eens samengezeten met Carlos zelf en met Paul Clement, die toen trainer was, uh, die me daar een heel professioneel uh, ja, filmpje hadden voorgesteld. Ja, en ik raakte meer en meer gecharmeerd um, door het project ook echt wel. En dat is vaak een whole woord project, maar alles was wel heel professioneel. professioneler dan wat ik gewoon was in Kortrijk en zelf van mijn periode in Gent, want Gent. Is we hadden toen een goede ploeg, maar we hadden nog geen nieuw oefencomplex. Hier in, in Zertlab hebben we een mooie gym, uh, heel goede oefenvelden. Um, alles was, was perfect in orde. En ja, ik, ik was daar wel door gecharmeerd. En ik heb toen ook een paar wedstrijden bekeken en ik dacht van ja, die spelen, die spelen wel niet slecht. Ik heb echt wel het gevoel dat, dat die zich kunnen redden. Um, en dan heb ik, heb ik dan de, de keuze gemaakt om. Om toch die sprong te wagen. Uh, omdat ik echt wel het gevoel had dat dat, uh, ja, dat cirkel mij er echt graag bij wou. Ja. En nu ben je hier. En nu, ja, nu ben ik hier en al. Nog een jaar. Ja, nog, 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 nog een jaar. Maar ik ben hier, eh, ben hier zeer tevreden, uiteraard. Het laatste jaar loopt het ook goed. En zoals ik zei, de omkadering is echt wel heel professioneel. Ik denk, dat, ik denk niet dat er veel ploegen zijn met dezelfde structuur en dezelfde omkadering als, als hier. Dus... Um, dat voor de jonge spelers een ideale, een ideale plek om, om, om te kunnen doorgroeien. Hè. Ja, dat, dat zie je. De transfer van Olivier de Man, onder ja, andere. En, en er zullen er nog wel volgen, denk ik. Uh, Ayase, u weet dat, bij Feyenoord nu. Dus ja, ik, uh, ik, ik heb het gevoel dat dat, uh, dat, dat uh, een goede match is. Ja. Want dat is iets waar we het al had, over de nieuwe spelers die toekomen. Maar... Hoe is dat eigenlijk als er een speler weggaat? Weet jullie dat op voorhand? Of is dat... dat is in de voetbal... Boem, weg. Of... Ja, in de voetbal is dat eigenlijk heel speciaal. Um, om, om het cru te zeggen, ja. De ene dag zit je daarnaast in de kleedkamer en de, de andere dag is die weg en zie je die nooit meer. Um, oh. Ja, er zijn, het is, dat, is, dat is ook waarom het niet zo gemakkelijk is om banden te smeden in de voetbal. Omdat dat... Uh, ja... Alles is zo vluchtig en vergankelijk. Uh, er zijn spelers geweest ja, waar ik twee, drie maanden mee heb samengespeeld. Maar ja, ik moest, moest, moesten we elkaar tegenkomen? Ik denk niet dat we elkaar nog zouden herkennen. Uh, ja, dat is, op, een, op een carrière van 10, 12 jaar. heb je zoveel ploegmaats. En in de voetbal is dat nu eenmaal zo dat, dat alles heel snel gaat. Hè? Dat alles heel snel is. Uh, en uiteraard zijn er wel ploegmens waar, waar je een band meesmeet of, of, of die ik nog afspreek. Maar echt veel vrienden in de voetbal uh, vind, vind ik moeilijker om te maken omdat, omdat het net zo vluchtig is. is een heel dynamische WhatsApp-groep dan. <laughs> ja, 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 absoluut. Mm. Gelukkig ben ik geen beheerder, een <laughs> ja. <Hij is> swimbeheerder. <laughs> en uh, heb je voorbeelden van spelers bij Circle waar je het jammer vond? Ja, natuurlijk vind je dat van telkens jammer. Hè? Maar waar je echt zegt van, dat. Dat vond ik nu jammer, sportief ja, of persoonlijk? Ja, bijvoorbeeld Oli, ik, ik kwam goed overeen met Oli. Uh, en ja, Oli was ook gewoon op het, veld, uh, op het veld heel belangrijk voor ons. Hè. Uh, maar er zijn, er, zijn, er zijn genoeg voorbeelden. Jan vond ik op het veld sportief, vond ik, uh, vond ik ook echt een goede een speler. En iemand die, die ons wel wat bijbracht. zoals Rembert zei, je moet altijd afweging maken. Hè. Uh, en ik denk dat dat voor Cerkeld inderdaad gewoon het beste was om, uh, om die beslissing te nemen. En ja, er gaan nog spelers volgen. Hè? Uh, ik denk niet dat, dat iedereen hier zijn carrière zal eindigen van de huidige spelershoek. Nee. Oké, okay. maar we zullen het even over de nieuwelingen hebben. Hè? Um, dus, ik heb uh, deze week een interview gedaan met Filipe Augusto. In het Portugees. Duolingo. Nee. Eh, ik heb dat gevraagd aan iemand van de sportieve staf om, mm -hmm. uh, om dat te doen. Ik heb het mee. Ik wil het jullie een keer laten zien. En ik wil jullie reacties. Mm -hmm. Dus, Rembert, je beste Portugees. Ja, maar dat lukt wel. Ik, je, ik, ik naar boven geen halen. In Portugees. Ik versta het wel. Ja, oké. Ja. Het is dat. Het staat al klaar. Oh, wacht hoor. As minhas primeiras impressões foram excelentes, foram boas, fui muito bem recebido por todos, pela, pela com, com, comissão me acolheu bem, os atletas também me acolheram bem, da melhor forma possível, é, os fãs, os tor, torcedores também me receberam de, de uma forma excelente, me, quando, quando eu soube que ia vir para cá, quando saiu nas matérias eles já começaram a me mandar mensagens, já começaram a me, me trazer energias positivas, então a minha recepção aqui foi excelente por todos. A primeira vez que eu vi neve, é, a, a primeira vez eu fiquei até, a, até surpreso assim, porque é uma coisa que você não está acostumado no Brasil. Eu cheguei aqui já nos primeiros dias, eu vi neve, foi uma coisa que me deixou surpreso. É, até, até treinar na neve foi uma experiência incrível, assim, e foi muito legal. Sim, sim. Comi. As batatas fritas aqui são muito muito boas também também estou comendo muita pasta que fala pasta muy, muy, muita pasta que é muito boa e sim a culinária aqui é muito boa também lá voilà. é de troar gelukkig uit é um een positivo gast. ele ja? uh, uh, ja, zo graag hier slagen en Uh, die is heel coachbaar, ze stelt hem altijd heel gedienstig op. Ah, Naar die social skills is dat echt wel een, een aanwinst, vind ik. Ja. Ja. Dat is een jongen die ja, talent is. Talent dat zie je in heel veel vormen. Hè? Die zowel het fysiek potentieel heeft, technisch potentieel, maar ook het mentaal uh, potentieel. Dus die persoonlijkheid die je uitstraalt van we gaan ervoor en dan kom ik kom in een nieuwe groep terecht, maar ik ga onmiddellijk een van de voortrekkers worden. Dat is, dat, is, dat is tof, hè. Dat, is, dat, is, dat is prachtig om te zien en dat is veelbelovend. Ja, als spelershoep is dat ook tof dat je iemand hebt, dat, dat, dat is, je ziet daarvan, die wil er echt iets van maken. En daar kunnen daar kun je echt gewoon mee verder. Ah, Oké, okay. maar nu dat de transferperiode is afgerond, um, kunnen we misschien een keer een overzichtje geven van wat dat er gebeurd is de voorbije maand bij Cirkelbrugge. Rembert, ik denk dat jij daar de perfecte persoon voor bent. Ja, zeker. Ja, we, hebben, uh, we hebben dus eerst eind december al uh, zijn we de uitgaande transfer van Jan Boho beginnen te uh, doen. Die is dan uh, ja, de eerste week van januari vervolmaakt. Uh, hebben wij ook, als ik me niet vergis, uh, onmiddellijk Felipe Augusto aangekondigd. Dat is een transfer waar we al vijf maanden mee bezig waren, die eigenlijk pas is kunnen afgerond worden in deze wintermercato we hebben Erik Nunes, dat is een verdedigende middenvelder rechts, bak, euh, erbij gepakt op uitleenbasis. Dat is, dat is een jongen waar we heel veel van verwachten, maar die we gaan de tijd geven om te gaan groeien. Um, we hebben ook voor, voor eerste ploeg dan um, de, de, de inkomende transfer gehad van Mala Efekeli. Hè, dat is dan echt ter vervanging van Jan Boho, dus een jongen die op uitleenbasis komt van Monaco. Heel mooi talent, 2004. Uh, waar we ook heel mooie dingen gaan van zien. En dan misschien, misschien als, als, als extraatje hebben we ook nog die, die aankondiging gedaan van Emmanuel Kaku. Een jongen uit die voorkust, 18 jaar. Uh, centrale verdediger. Die nu vooral met Jong Cerkel gaat trainen. Maar waar ik van denk dat we die volgend jaar toch, uh, toch nog gaan zien in de eerste ploeg. En dan misschien. Wat voor mij ook wel een mooie is, om, 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 om hier ook officieel aan te kondigen, ik denk dat Jonas Litaart ook wel een vermelding waard is. Dat is een jongen die al heel lang meetraint, maar nu echt ook gewoon zijn eerste stapjes is aan het maken, in de eerste ploegsetting, die minuten aan het maken. En ik denk dat dat gewoon een aanwinst kan zijn voor ons. Ja. Uh, niet alleen voor, voor volgend seizoen, ook al gewoon nu, in deze wintertransferperiode. Uh, ja. Wil je daar nog iets op zeggen? Ik zie ja, je knikken. Ja, nee. Ik vind uh, Jonas inderdaad iemand die, uh, die zijn kansen aan het, aan het grijpen is. Hè. En dat is wel belangrijk als jonge gast. Hij heeft de pech gehad dat we op Westerlo net de wedstrijd dat hij start, dat we daar een, een volledige off-day hadden. Uh, maar die jongen is zijn kansen aan het nemen. En, en uh, dat is leuk om te zien. Okay. Een jongen met een cirkel dna ja. Ik denk dat we daar ook werk van moeten maken. Uh, die lokale verankering, we zijn, we zijn Vlaams, we zijn Belgisch, we mogen dat absoluut niet uit uh, verliezen. En we weten, en we moeten niet onder stoelen of banken uh, steken, dat Charles Van Houten en uh, Olivier de Man weg zijn. Oké, okay. wat gaan we doen voor de toekomst? Uh, laten we kijken wie dat eraan komt. En dan zijn er zijn nog jongens en jongsherkelen die al regelmatig op de bank uh, gezeten hebben van de eerste ploeg, die daar uh, de volgende seizoen een zekere aansluiting uh, gaan uh, naartoe maken. Wordt er specifiek gescout ook voor jong apart, of is dat telkens functie van de eerste ploeg ook? Uh, de, de buitenlandse jongens die worden echt door uh, eerste ploeg scouting-apparaat uh, uh, binnengehaald. Dan de jongens die, die, die Vlaams zijn, die hier uh, lokaal zijn opgegroeid. Daar, dat is via via dat we vaak de juiste profielen tegenkomen en die ploeg wordt zo, zo samengesteld. Het is wel zo dat het hele verhaal. Voor mij als technisch directeur is het bijzonder belangrijk is om ook jongscerkelen de juiste omkadering te gaan bieden. En ook jongscerkelen zo sterk te gaan maken. Dat die, dat die jongens dicht tegen het niveau van de eerste ploeg aan kunnen uh, komen. Ja. En ik denk dat we daar dit jaar al wel ja. stapjes toe zien. Oké, okay, we zitten bijna aan het einde. Maar het is nog even tijd voor de korte quiz. Oei. Pablo gaat jullie drie vragen stellen over de nieuwe aanwinsten Oké. Okay. En ja. als je het juist hebt, dan krijg je een punt. Heb je het niet juist, gaat de vraag naar de andere oh. persoon. En die heeft dus nog kans om een extra punt te maken. En wat winnen we? Dat moet ik nog uitvinden. <laughs> Dat moet ik nog uitvinden. Eeuwige roem, uh, Hannes. Yes. Eeuwige roem. Ik heb anders wel iets, uh, maar jullie mogen het niet winnen. Maar ik heb wel een truitje. Van Filippo Augusto, okay, mooi, getekend ja, ja. dat de luisteraars kijkers kunnen oh, ik dacht winnen. Ik boven mijn bed hangen, maar ja. Nee, nee, ik zal het wel <laughs> Ja, kijk ja. Dus op het einde gaan we nog een vraag stellen. En het antwoord zit in deze podcast. En als je het juist beantwoordt, dan maak je kans op dit truitje. Dus, uh, maar die prijs is niet voor jullie. Maar um, dus Pablo gaat je vragen stellen. Jullie kennen het puntensysteem. Goed. Okay. Yes. Ja. Um, eerste vraag is voor uh, Rembert. Hoe groot is Filippi Auguste volgens Transfermarkt in centimeter? 1 meter 87. Wow. Juist. Mike. Wat ja, wordt hier hooggelegd? Ja. <laughs> uh, Hannes, wat heb je hem? Ja, ik heb hem. Heel grappig. Mol, ik had hem nog niet. Ik had hem zelf niet ja. Dat is pas Salina ah. <laughs> uh, Hannes, wat was de vorige ploeg van Felipe? Corinthians. Nee, nee. Uh, Rembert, uh, Erik komt van uh, Fluminense. Uh, die wel gekend staat ook voor een uh, academy. Uh, voorbeeldje daarvan zijn uh, Thiago Silva en uh, Marcelo. Uh, wie van deze twee won onlangs de Copa Libertadores opnieuw met Fluminense? Marcelo. Klopt. Ja. Hannes, dat uh, is misschien een. Uh, nee, ook. Het gaat 2-2 twee -twee worden. Hoe oud is Erik? Jammer, ja. Allee. Ja. 18, 19. 19. Ik ging 19 zeggen, zeg maar. Mijn oh, hand juist trekken. Ja, 2-2. Ja, okay. <laughs> Hij um... ziet er 18 uit, was er Olf? Hij zag er 18 uit, is dus Oké, okay, uh. uh, laatste vraag. Effekele uh, uh, voor Embert. Nam in 2023 voor Frankrijk deel aan het WK U20. Uh, waar ging dat WK door? Hele goede vraag. Was dat Indonesië? Nee. Nee? Hannes, het zo wel. Uh, Argentinië. Ah, Argentinië, god. Ik mag ik dat niet zeggen? Hè. Nee, nee. Ik heb God gezegd, dat mag wel. Maar. Ja, zeker. Uh, Hannes, uh, naast uh, Fransman heeft Efekeel ook nog een uh, andere nationaliteit op zijn paspoort staan. Welk kindje? Ik Wel geen druk leggen, Hans, maar ik weet het. Uh, wacht, wacht. Hè. <laughs> Want het is dus beslist. Over... Het is beslist. Ja, ja het, maar we hebben iets over de Afrika Cup gezegd in de kleedkamer en hij was een bepaalde ploeg. Kan dat? Dat kan. En het zijn waarschijnlijk hele stressvolle dagen nu voor hem. En Congo? Klopt. Dus juist, ja. Congo. Democratische Republiek Congo. Ja. Ik ja, dacht het wel. Ja. Anders ja, het was een... Twee dank wel, dank wel, Het was... Ah, eigenlijk... 1819, heb... Rembert heeft, heeft, <laughs> ja. heeft, heeft het mij gegund. Ja. Rembert het mij gegund. heeft het mij gegund. We zijn daar zwaar de mest in bij met die U20. Ja, dat, is, dat, is, dat is mijn vakgebied, hè. die scouting. Ja, maar eigenlijk Niet wel... meer, niet meer. De wereld is groot. Maar het klopt, in he. Argentinië? <laughs> uh, ja. Ja, ik nog niet meer Oké. Dan kan ik het okay. dubbelchecken straks. En dan kan Ja, ja. het uh, absoluut. Want als ik me niet vergis. Uh, <laughs> anders komen we volgende week weer om dat opnieuw op te op nemen. Oké. Okay. Maar ik onthoud drie punten voor Hannes en twee voor nee, Rembert. Uh, drie, twee. Ja. Eervol, Inderdaad. Oké, okay, um, om af te sluiten heb ik nog een vraag die niet alleen op mijn lippen ligt, maar hoogstwaarschijnlijk van iedereen. Kevin, denk je. Onze topscorer: 18 goals. Ik kan me inbeelden dat de telefoon echt niet heeft stilgelegen voor hem, ook deze transferperiode. Kan je daar iets meer voor zijn? En wat, wat gaat er gebeuren met, met Kevin? Het is de spelen waar, waar ik het meest uh, tijd in gestoken heb uh, in deze transferperiode. Heel veel inkomende telefoontjes uit hele mooie competities. Uh, maar wij hebben de beslissing genomen om. Uh, om nog een halfjaartje minstens uh, met, met Kevin in de ploeg te spelen. We hebben dat sportief nodig, maar we denken ook dat die, dat die jongen binnen een halfjaartje nog, nog meer klaar gaat zijn voor het grote werk, het allerhoogste uh, niveau dan. En ik moet zeggen, die gesprekken die we daar met hem over gehad hebben, zijn heel positief. Ik begrijpt dat. Dat is een jongen waar we zeker nog uh, voor de komende 16 wedstrijden op gaan rekenen. En heel veel doelpunten van mogen verwachten. Ja, hoeveel denk je dat hij er nog gaat scoren? Oh, Laten we hopen dat hij, dat hij uitkomt op een uh, 23, 24 doelpunten. En uh, in de reguliere competitie, dat is al bijzonder, <laughs> bijzonder veel. Maar ja, maar ik, uh, ik dacht op allemaal. Maar dat, is al, dat is al bijzonder veel, ik weet het. Maar oké, okay, we mogen de lat hoog leggen. Hè. Je hebt dat net gedaan, ja. uh, Hannes? Filippe <laughs> <laughs> Augusto heeft dat gedaan. Is dat eigenlijk iets aan ja, leven? Dat is wel een mooie. <laughs> ja. uh, die moet je me eens vertellen, uh, Hannes. Ja. Van Filippe Augusto. <laughs> dat je uh, op het Winterkamp in Monaco tussen uh, Kevin en, uh, en Filippe gaan zitten bent. Ja. ja, dat was, ja, dat was, dat was, dat was zo, ja, een goede anekdote. Dus, ja, we zaten in Monaco op, op Winterkamp um, aan tafel. En uh, Filipe was zo'n beetje tegen Kevin bezig. Ja, zegt hij zei: "Ja, uh, nu moet ik alleen de goals niet maken, maar nu, nu ben ik... En Kevin zei: "Ja, maar er is hier niemand anders dat scoort. Ik ben de enige die dat scoort." En Filipe zei: "Ah, maar dat is geen probleem. Nu kunnen naar mij spelen en nu kan ik ze ook in trappen. <laughs> ik vond dat zo'n goede interactie tussen die twee dat, uh, dat je ziet dat die ook kunnen samenspelen en, en dat dat in de groep ook wel perfect klikt. En ondanks de taalbarrière dat dat iedereen toch met elkaar kan communiceren. Ja. Maar is dat iets dat leeft, die doelpunten van Kevin? En, uh... Iedereen gunt hem dat hij... Hij is er ook zelf een beetje naar, naar op zoek. Ja, dat, dat, dat merk je wel. Maar hij doet het gewoon. Hij is gewoon zo belangrijk. Hè? En hij is zo getransformeerd. We zijn samen toegekomen. Uh, die, is, die heeft zo'n transformatie uh, gemaakt. En gaat puur naar die goal, naar die goal, naar die goal. En die is zo doelgericht dat, uh, ja, dat hij inderdaad echt wel nog een grote carrière kan maken. Oké. Okay. We zullen zien. Even voor de luisteraars nog, en de kijkers. Um, als jullie dit truitje willen winnen van Filipe Augusto, dan moeten jullie één vraag beantwoorden. En dat is, hoe groot is Filipe Augusto op transfermarkt? Ik denk, denk dat dat nog makkelijker is, hè? Uh, onder de video of onder de post zal er meer informatie komen van hoe je het antwoord moet opsturen. Oké, okay, top, we zijn, we zijn er door. Ik vond het tof. Uh, merci uh, Rembert Hannes voor jullie komst. En, uh, en Pablo, jij ook bedankt. Met heel veel plezier gedaan. Dank u voor de uitnodiging. Bedankt, Een hele jij. leuke ervaring ja. en proficiat, top. De eerste aflevering. Ja, eerste aflevering. Wat een, een eer ook, de eerste aflevering. Ja, ik wou dat echt met niemand anders doen. Ik <laughs> had er al twee afgezegd, Hannes. <laughs> dat is niet. Ja, die Pablo. kon niet en die kon niet. We hadden nee, nee, ook nee, een nee, hele nee, ruime nee, shortlist <laughs> opgemaakt, <laughs> zoals dat toen nee, nee. dat die hadden. Goed geskaart. Ja. Nee, nee, ik zei, okay. ik wil de eerste, Hannes, die spreekt echt goed. Ah nee, dankjewel. En ik heb uh, heel veel podcasts geluisterd <laughs> he, uh, ervoor. Nee, oké, okay, merci. En, uh, en iedereen thuis ook bedankt om te luisteren. En tot de volgende keer. Bye bye. I leave a live circle.